Veel mensen schaffen in plaats van een nieuwe een tweedehands auto aan. Omdat ze geen nieuwe kunnen betalen of omdat ze er niet zoveel geld voor over hebben. Wij proberen die kopers een handje te helpen door elke uitzending diverse merken met elkaar te vergelijken. De test wordt gedaan in nauwe samenwerking met de Consumentenbond. We beginnen met de Ford Escort. Nieuw prijs 22.630 gulden. In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er bijna 12.600 Escorts verkocht. Het gemiddelde benzineverbruik 1 liter op 12 kilometer. Onze andere auto is de Nissan Sunny. Verkoopprijs circa 20.800 gulden. In dezelfde 7 maanden van dit jaar werden er bijna 9.600 Sunnies verkocht in Nederland. Het benzineverbruik eveneens 1 op 12. De Nissan Sunny zag er in 1986 niet veel anders uit dan nu. De verkoopprijs 3 jaar geleden was bijna 20.000 gulden. Uit een consumentenonderzoek kwam een aantal plus- en minpunten naar voren. In 2,5 jaar gebruik bleek de Sunny weinig reparatiegevoelig. Een ander pluspunt, de bediening van de versnelling. De stoelen van de Sunny zitten lekker. En zowel de laklaag als de carrosserie bleken van goede kwaliteit. De Sunny had 1 opvallend minpunt, het koppelingsmechanisme. 3 jaar geleden kostte een nieuwe Sunny bijna 20.000 gulden. U krijgt daar nu nog ongeveer 9.000 gulden voor terug. De ontwaarding is dus bijna 11.000 gulden. Na 41.000 kilometer een gemiddeld verbruik van 1 liter normaal op 13,9 kilometer. Kosten per maand 740 gulden. Volgens de Consumentenbond en de ANWB kostte de Sunny zo'n 53 cent per kilometer. Een 2,5 jaar oude Sunny heeft als richtprijs ongeveer 11.250 gulden. De Ford Escort kostte in 1986 circa 21.600 gulden. De plus- en minpunten. Allereerst is het koelsysteem goed, evenals verwarming en ventilatie. Na 2,5 jaar bleken carrosserie en laklaag nog in orde te zijn. De minpunten liggen voornamelijk onder de motorkap, zoals de nokkenas en distributieketting. En ook het elektrisch systeem gaf veel problemen volgens de panelleden, zo ook het brandstofsysteem. De nieuwprijs in 1986 ongeveer 21.600 gulden. Inruilprijs ongeveer 11.500. De ontwaarding van de Escort in 2,5 jaar is ruim 10.000 gulden. Na 41.000 kilometer bleek de Escort 1 liter op 12,3 kilometer te hebben verbruikt. De kosten per maand berekend over 2,5 jaar 756 gulden. Iedere kilometer kostte de bezitter 54 cent. Voor een Escort uit 86 moet u nog zo'n 13.500 gulden neerleggen. En dan gaan we nu 5 jaar terug. Na 5 jaar krijgt u voor uw oude Nissan circa 4.250 gulden. Dezelfde Sunny kost in de handel nog zo'n 5.750 gulden. Over 5 jaar en 81.000 kilometer zijn volgens de Consumentenbond de kosten 625 gulden per maand geweest. De Sunny heeft dan 46 cent per kilometer gekost. De inruilwaarde na 5 jaar voor een Escort is circa 6.750 gulden. Een even oude Escort kost u nu toch nog zo'n 8.000 gulden. Kosten per maand na 5 jaar en 81.000 kilometer rond de 658 gulden. Kilometerprijs is ook 46 cent. Ten slotte de prijzen en kilometerkosten van 6 min of meer vergelijkbare auto's. Na in 5 jaar circa 80.000 kilometer te hebben gereden, moet u erop rekenen dat een Mitsubishi Colt nog zo'n 8.000 gulden kost. Net zoveel als een Ford Escort. De Toyota Corolla kost 7.500 gulden. Citroën BX 7.250. De Volvo 340 6.500 gulden. En de Nissan Sunny 5.750 gulden. Dit zijn uiteraard richtprijzen. Volgens het consumentenpanel zijn de Mitsubishi Colt, de Ford Escort en de Nissan Sunny het goedkoopst in het gebruik, 46 cent per kilometer. De Volvo 340, 52 cent en de Toyota Corolla en de Citroën BX ieder 53 cent. Dit vergelijkend onderzoek naar de kosten van gebruikte auto's vormt een vast onderdeel van ons programma. Volgende keer dus weer een ander merk, misschien wel uw merk.